Ik ben Danique Verlaak, ik ben 21 jaar. Ik loop nu stage bij Suikerunie vanaf begin september. En ik studeer industrieel productontwerpen aan de Haagse Hogeschool. Ik heb voor Suikerunie gekozen omdat ik toch wel heel graag een verpakkingsstage wou. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi bedrijf, want als ontwerper willen wij heel graag circulair ontwerpen. En dat is iets wat wij nog niet kunnen doen. Maar Suikerunie doet het al met de suikerbiet en dat vond ik eigenlijk zoiets moois. Een van de criteria die ik toch wel belangrijk vind, is dat als je als stagiaire toch wel veel vrijheid krijgt. Want het is toch wel belangrijk dat je jezelf kan ontwikkelen. Als stagewerk ben ik nu bezig met alle verpakkingen van Suikerunie en testen op de essentiële eisen. Dat zijn eisen die Europa heeft gesteld waar alle verpakkingen aan moeten voldoen. Dus ik ben eigenlijk aan het kijken naar vooral van gilzen, maar ook bijvoorbeeld alles wat op de pallet staat en de bulkverpakkingen. En duurzamer maken als het mogelijk is. Ik wil vooral heel veel praktijkervaring opdoen. Een van de dingen die ik heel erg leer is communicatie. Dat vond ik heel erg lastig. En dat is iets wat ik nu eigenlijk heel erg aan het leren ben. En daar ben ik zelf ook heel erg in het groeien. En qua vakgebied ben ik echt heel veel van materiaal aan het leren, van alle verpakkingssoorten. Wat Suikerunie van mij toch wel leert is, ik heb toch wel weer een wat jongere, frisse blik op alles. En ik vind het toch wel leuk om mijn standpunt en mijn kennis van wat ik allemaal heb, je weet al, rond te brengen en te zien hoe ik erover denk. Ik heb Suikerunie heel goed leren kennen. Ik heb een hele fijne begeleider, Erik Joosen. En buiten dat hij eigenlijk alles van de verpakkingen af weet, is hij ook super vriendelijk en hij helpt me met alles. En hij neemt me ook overal mee naartoe, iets wat ik echt heel erg top vind. Hij wil me overal bij betrekken. Misschien wat een verbeterpunt voor Suikerunie kan zijn, is misschien wat leuks voor alle stagiairen onderlings organiseren. Ik weet dat er veel rondlopen. Ik heb er eigenlijk pas eentje gesproken, dus misschien is dat wel iets leuks voor de toekomst. Ik ben erg tevreden over mijn vergoeding. Vanuit school kregen wij een minimum van 250 waar we ons aan moesten houden. En daar zit ik ruim boven. Ik vind dat bedrijven toch wel stagiaires moeten opnemen, omdat het toch wel heel belangrijk is om die praktijkervaring te krijgen. En dat krijg je eigenlijk alleen om mee te lopen met eigen bedrijven. En stagiaires leren er zoveel van. En ook bedrijven kunnen dan ook weer een beetje hun kennis voortbouwen op die stagiaires. Dus ik vind het toch wel heel belangrijk dat dit erin blijft. Of ik ooit bij Suikerunie ga werken? Ja, wie weet misschien. Als ik een mooie baan aangeboden krijg, vind ik het zeker een mooi bedrijf om te gaan werken.